Kijkers, de 43-jarige Manuel Bommel is ook invalide en leeft van een magere sociale bijstand. Hij lijkt een tevreden mens te zijn, want hij leeft zo behagelijk in een slechte woonsituatie. Het enige wat hij wil is een scootmobiel om zich te verplaatsen en zo zijn leven genotvol voort te zetten. Kijk en luister maar mee. Meneer Bommel, kunt u ons vertellen wat er precies gaande is, wat er gebeurd is, waarom u nu geen scootmobiel meer hebt? Ik had een scootmobiel gekregen van sociale zaken, is al bijna 4 jaar. Er is scootmobiel werk niet meer, ik heb het al 2 keer laten maken door een monteur. Ze is gebeld en het kan niet meer gemaakt worden. Wat is uw verzoek dan bij Stichting 1 voor 12? Ik vraag als ze me kunnen helpen met de andere scootmobiel, zodat ik mezelf kan vervoeren en mijn boodschappen verder kan. Want hoe ik deel is, kan ik geen taxi meer betalen, want ik kan het niet meer permitteren. Wat zijn uw inkomsten in principe? Ik krijg steun van sociale zaken. Ik krijg een bon van Alfonsuskerk en een pakket van NSC aan de gemeente Landsweg. En een bon is 50 SRD en de andere is 90 SRD. Is ook niet zoveel, want u zegt een bon. Mensen zullen denken misschien 1000 SRD, toch? Nee, een van 50 en eentje van 90. Jawel. Daar bent u dik tevreden mee. Alleen hebt u een scootmobiel heel hard nodig. Ja, ik ben tevreden, want op straat krijg ik ook foto's van mensen, begreep u. Dus dan, mijn scootmobiel heb ik eigenlijk nodig, jawel. Uw vraag is om u te helpen aan een nieuwe scootmobiel. Ja, mevrouw, jawel. Hoe oud bent u? 43. En u hebt een dochter die ook helpt, maar het is niet voldoende om toch een ander scootmobiel te kopen. Ja, ze leeft met haar man en alleen die man werkt, zij werkt niet, begreep u. Ze heeft 4 kinderen, dus dan. Voor is het ook een beetje hard om me te helpen, begrijp je? Zoals ik zie, bent u een gelukkige man. Ondanks uw woonsituatie, ondanks uw gezondheid. En ik zie dat u hier in uw kamer een gasfornuisje staat. En het zegt genoeg, want dat wil zeggen dat u ook hier kookt. Ja, hier doe ik alles. Mijn toilet is buiten, maar hier doe ik alles. Ja, ik was mijn kleren zelf. Zou zelf mijn buurvrouw zo ophangen, maar ik was mijn kleren zelf. Probeert u zelfs te bedruipen in uw woonsituatie. Wat zou u nog willen naast een scootmobiel? Wat ik kan krijgen als ik ook andere dingen kan krijgen als etenswaren. Dus wat ik krijg, ik ben tevreden. Maar die scootmobiel is belangrijk voor mij. Jawel. Stichting 1 voor 12 gaat hard de best doen. En ik doe een beroep van hieruit, gezien uw situatie. Wie zou deze man kunnen helpen aan een scootmobiel? Al is het nou niet veel, een bijdrage. Misschien kunnen we een ander kopen. Ik weet niet wat de kosten zijn. Maar kunnen wij deze meneer helpen, zodat hij zich weer kan verplaatsen? Want hij moet dialyseren. Hij heeft zijn scootmobiel nodig om zijn eigen zaken te doen. Want hij valt niemand lastig. Zoals u ziet, is het een heel zelfstandige man die de situatie geaccepteerd heeft en eigenlijk zijn eigen leventje wil gaan leiden.